Het Diwalifeest, oftewel het lichtjesfeest, is gisteren door verschillende verenigingen ingeluid met een lichtjesoptocht. Wij waren aanwezig bij de optocht georganiseerd door de vereniging Sri Sanatendharam Paramaribo Noord. Bij Diwali wordt de overwinning van het goede op het kwade en het licht over de duisternis gevierd. Volgens Nandu Tiwari, pandit van de Sri Radha Krishna Mandir, vindt het feest zijn oorsprong in India. De Hindoestaanse voorouders hebben het hier naartoe gebracht en hebben het in stand gehouden. Diwali is een bron van inspiratie om door te gaan, zegt de pandit. Diwali-feest zoals ze dat daar hadden meegenomen, van het is het lichte feest. In het duisternis of in het duister kan je niks doen. Begonnen met flambo, daarna petroleumlampjes en alle andere, totdat wat u vandaag kan zien, alles is helemaal extra. De filosofie wil, het is de overwinning van kwaad, van het goede op het kwade. En bij het geboren worden al hoor je het levenslicht aanschouwen. Zo prachtig is het om het licht te hebben. En als je er niet meer bent, dan is het licht uitgedoofd. Pandit Tiwari zegt dat alle religieuze groeperingen van Suriname het licht hebben. Bij de christenen is het een kaars en bij de hindoes de dia. Dus in feite zie je het licht overal. En het moet ook in je hart zijn, zegt Tiwari. En met deze boodschappen leven wij. En zo is het Diwali-feest ook, het lichtjesfeest. Je leeft met een boodschap. Als de duisternis niet van je hart weggaat, dan raak je in problemen. Dus het gebed is dat men met zoveel licht door de straten van Paramaribo en door Suriname rijdt, gaat het erom de mensen eraan te herinneren. Zorg ervoor dat er licht is, dat er plezier in het leven is, dat je dankbaar bent. En zo heb je een heleboel mooie dingen die ons herinneren aan het milieu, aan wat we op straat doen, hoe we die het vuil gooien. Dat heeft dat esthetische. En zij die het pakken, dan is het leuk. Maar u weet, van de miljoen heb je een aantal die het pakken. En elk jaar wordt er gestreefd om mensen bewust te maken van dit prachtig land, het prachtig cultuur. En vooral nu het een nationale feest is. Eigenlijk was het altijd een nationale feest, maar nu het ook op geschrift staat dat het een nationale feestdag is, dat de mensen extra aan dat aspect wordt herinnerd om niet vanuit de auto dingen te gooien. Want dan zal de godin die met jouw geluk te maken heeft, het niet leuk vinden. Nandu Tiwari, pandit van de Sri Radha Krishna Mandir de Blauwgrond. Hij sprak gisteravond bij de inluiding van het Diwali-feest. Bij Diwali wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd. Verschillende verenigingen hebben gisteren met een lichtjesoptocht het Diwali-feest ingeluid.